Hoe luidt de beslissing van de rechtbank? De rechtbank neemt vandaag geen eindbeslissing, maar wij zijn tussenvonnis. De rechtbank vindt nader onderzoek noodzakelijk om een antwoord te kunnen geven op de vraag of het optreden van de mariniers onrechtmatig is geweest. Voor die beslissing moet namelijk zo goed mogelijk komen vast te staan wat er precies is gebeurd in de trein. Daarbij is van cruciaal belang hoe de omstandigheden waren in de trein, wat de mariniers wel en niet hadden kunnen waarnemen en niet in de laatste plaats hoe zij zelf de situatie hebben ingeschat. Het wreekt zich dan ook dat de mariniers hierover nooit een officiële verklaring hebben afgelegd. De rechtbank kan namelijk niet oordelen alleen op grond van haar eigen inschatting van de situatie in de trein. De rechtbank beslist in dit tussenvonnis dan ook dat er mariniers als getuigen zullen worden gehoord. Dat gaat in ieder geval om de mariniers van aanvalsgroepen 2 en 5, die immers de treindelen zijn binnengedrongen waarin Max Papilaya en Hansina Utolsea zich bevonden. De rechtbank zal bij de getuigenverhoren rekening houden met de persoonlijke levenssfeer van de mariniers. Ze heeft het voornemen de persoonsgegevens en de uiterlijke kenmerken van de mariniers tijdens de verhoren af te schermen. Verder beslist de rechtbank in de tussenvonnis dat de staat een aantal documenten moet verstrekken. Die gaan over wat er in de trein is gebeurd. Dat zijn foto's, genomen direct na de beëindiging van de gijzeling, kogelbaandiagrammen en een geanonimiseerde transcriptie van geluidsopnamen die tijdens de beëindiging in en rondom de trein zijn gemaakt.